Giraffen, leeuwen, antilopen heb je volgens mij. Flamingo's! Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Edeldier. En vandaag ben ik gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van de Lord of the Rings mod. Vorige keer hebben wij onze hele set radgear bij elkaar gesprokkeld. We hebben een boog, een zwaard en een hele volle set armor plus de speciale Warlord helm. En ja, ik ben hier nog steeds aan het reizen. De reden waarom ik geen kameel heb op dit moment is omdat ik nu elke keer heel veel wereld moet laden. En dat gaat heel erg traag op een kameel. Dus vandaar dat ik dat nu even niet doe, want het is gewoon niet echt chill. Dan gaat het allemaal heel erg laggen en zo. Dus eerst ga ik gewoon lekker naar mijn plekje toe. En als ik daar een plekje heb waar ik vaak kom, dan kunnen we daar echt wel een beestje hebben. Maar nu even niet. Gewoon nu even niet. We zijn al best wel ver qua reizen, dus dat komt helemaal goed. En ik heb vandaag gewoon zin om bij onze bestemming aan te komen, zodat ik vanaf dan lekker kan verder gaan met de challenges en de ideeën die jullie hebben voor deze serie. Dat is een beetje mijn idee, dus daarom neem ik dit ook gewoon een beetje vooruit op, dat ik dat alvast heb gedaan. En dan kan ik in de tussentijd jullie reacties bij werken en zien. En dus eventueel zorgen dat er extra mods bij komen en eventueel al wat voorbereiden voor de stappen hierna natuurlijk. En wij gaan eventjes weer wat eten pakken. We pakken de besjes en we kunnen ook de lembas trouwens er alvast uithalen. Dat kan allebei. Ja, we gaan maar naar de overkant zwemmen, denk ik. Jongens, ik ben zo hyped om daar aan te komen in dat gebied, jongens. Je ziet daar al gewoon bananenbomen en alles. I don't know, maar ik vind deze gebieden zo, zo fucking vet. Ik kan niet wachten tot zebra's, tot giraffen, leeuwen, antilopen heb je volgens mij. Flamingo's! Oh my fucking god. Dat is zo fucking vet. Oh, al die beesten zijn zo super chill. Ik hoop ook dat we eigenlijk gewoon alle beesten kunnen gaan vangen als het ware. En in onze als kamp kunnen gaan gebruiken. Jongens, jullie zijn echt cool. Hallo? Hallo? Yes, wij zijn aangekomen in het nieuwe gebied. Kijk jongens, dit zijn de nieuwe stamleden volgens mij. Hallo? Moradain zijn dat. Die zijn super tof. Dat wou ik gewoon even zeggen. Die zijn super tof. We hebben ook wel leeuwen. Zijn jullie hostile? Of zijn die gewoon vriendelijk? Jullie zijn vriendelijk. Kan ik de vraag. Kan ik op jou rijden? Even kijken. Als ik jou heel even aan de zijkant leg. Kan ik op jou zitten? Nee. Oké. Okay. Ik kan niet op een leeuw rijden. Maar jongens, je moet alles even testen. He, je moet alles hebben geprobeerd in je leven. Maar we zijn dus nu in het volgende gebied. Laten we even kijken. We zijn nu hier in dit gebied. We moeten hier... Oh, we kunnen gewoon travelen naar het gebied waar we willen wonen. Nice. Eindelijk werkt de mod een keertje met me mee. Eindelijk. Oh, dankjewel, 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 dankjewel. Want dan weten we dus nu hoe het gebied eruit ziet waar ik wil gaan wonen. Hopelijk is het een beetje tof. Anders kunnen we altijd nog een ander plekje... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, het zijn giraffes, het zijn zebra's, het zijn antilopen, het zijn, wat, er zijn ook nog neushoorns, oh my god. Alles is hier jongens, dit is super chill. Nou, dit wordt dus de plek waar ik mijn huis ga bouwen en het is best wel fijn, want dit is gewoon een heel leeg stuk ook. Oh my god, wat zijn jullie? Jullie zijn cute. Zijn jullie baby'tjes ofzo? Dat is in ieder geval super, super chill. Hey, wat ik eventjes ga doen, is even deze stuff erbij pakken. En mijn crafting table gaan we hier neerzetten. Dan ga ik mijn... Heb ik nog hout? Heb ik het hout weggegooid? Ik heb het hout weggegooid. Dan gaan we deze boom omhakken. Zodat wij een kist kunnen maken. Zo. Kijk eens aan. Helemaal top. We kunnen het natuurlijk niet oppakken, dus we gaan even wat van deze stuff neerzetten, I guess. Zo.
We hebben echt een heel mooi kamp, want we... Oh, nee, dat wel een beetje naast elkaar. Nee. Zo, we hebben al 2 armor stands. We hebben voor de rest nog niet echt een kamp, maar... We hebben armor stands. Even kijken, hier kunnen we dus even hout van maken. En dan maken we even mooi wat kissies. En helemaal top. Dan kunnen we die alvast hier neerzetten. Als onze startding is. En dan gaan we gewoon even alle shit erin flikkeren die we nu niet bij hoeven te hebben. Zo, helemaal top, helemaal top, helemaal top. Ik had eigenlijk niet verwacht om nu al hier te zijn. Dus wat ik nu even wil doen is een beetje de omgeving verkennen. Eventjes kijken. Nou, we hebben sowieso alle beestjes om ons heen. Dat vind ik al heel chill. En ik wil gewoon eventjes zorgen praten, joh. Waarschijnlijk willen we ook wel even wat quest starten hier. Hallo, mag ik een quest? Ja, mag ik nou gewoon een quest alsjeblieft? Maar dit is trouwens dus... We zijn nu dus bij de Moradane. Hallo? Geen quests? Oké. Okay. Maar jongens, dit zijn antilopen. En die zien er best wel vet uit. Oké, daar kan ik niet op zitten. Maar het is zo'n gezellige beestenboel hier. Met al die beestjes. Daarom wilde ik zo graag hier wonen. Dit is fantastisch. Oké, kijk. We hebben alvast wel zo'n crafting table hier gevonden. Ook van deze stam. Kijk, dit zijn zeg maar hoe zij eruit zien. Ja, ik krijg alleen geen quests van ze. Oh, zebra, battle axe, spear en nog wat wheat. Dat is super chill. Ja, daar kunnen we dus wel gewoon op rijden, op giraffen. Dus die kunnen we sowieso gaan temmen. En dan zorgen dat we daarop kunnen rijden. Jongens, kijk dan hoe vet dat eruit ziet. Het is niet zo heel sterk volgens mij, deze gear van deze mensen. Maar het ziet er zo vet uit, though. Die battle axes zien er best wel hip uit. Lion fur nemen we ook gewoon mee. Ik heb hier alleen nog geen banners gezien. Maar dat is misschien toeval omdat dit maar een heel klein stukje is. Wat ik... Oh my god. Kijk nou naar die baby neushoorn. Zo fucking hip. Hey, ik ga sowieso even de minimap erin zetten voor de volgende keer. Want nu we een basis gaan maken is het wel handig als we straks ook echt gewoon onze weg... kunnen vinden. Al die paarse bloempjes gaan we hier wegslaan, zodat we niet elke keer damage hebben. We gaan heel eventjes ervoor zorgen dat alle crafting tables die we mee hebben genomen, dat we die even gaan neerzetten. Dus we gaan eventjes kijken. Deze small pouch, die zit nog niks in, dus die houden we even netjes. Het eten, dit is allemaal eten, dit is niet gekookt, halen we er even allemaal uit. En dan gaan we zo snel mogelijk ook even zorgen dat we dat weer kunnen gaan koken. Dit halen we eruit. Deze crafting tables halen we er even allemaal uit. We halen eigenlijk alles er even uit. Dat is eigenlijk wel heel slim, denk ik. En nee, eten was leeg. Deze waren leeg. En dan het geld. Deze mogen eruit. Poison, die wapens gaan we er straks ook even uithalen, maar we gaan eerst even crafting tables neerzetten. Want we hebben er toch best al wat verzameld. Hebben we die van Harad ook ergens? Ja. Jongens, kijk nou eens wat een crafting tables we al mee hebben genomen op onze reis. Hey, we gaan deze er even allemaal in flikkeren. Dat hebben we nu allemaal niet nodig. En we gaan eventjes de boek kan eigenlijk ook wel even daarin tijdelijk. Het wapen kan sowieso daarin. Dit kan er nog uit. Dan kan deze rustig terug. En dan kunnen die onnodige wapens ook even hierin. Helemaal top, helemaal top. We gaan het bed gaan we even hier zo neerzetten. We kunnen slapen. Oké, jongens, dit is dus het begin. Wow. Oké, dat is niet zo handig. Deze gaan we even hier neerzetten, I guess. Zo. Maar ja, dit is dus het begin van het. We gaan echt een kamp bouwen nu.
We hebben hier onze Ninja Red Banner. Die zetten we even hier zo mooi op. Dan hebben we nog een Dol Guldur. Volgens mij is die van Dol Guldur. Dat is een Forge. Oh, we hebben allemaal Forge. Dus we kunnen gewoon al dingen gaan smelten hoor, die we hebben. We kunnen er alleen niet in koken volgens mij. Maar ja, we hebben in ieder geval wel zo dat we dat kunnen gaan craften. Ga even, ja, deze bloempjes zijn echt heel erg vervelend. We hebben een Mordor ding. Dundabad hebben we niet. Angmar hebben we wel. En Morgul. Uruk. Dat is deze voor Mordor denk ik zomaar. Kijk eens aan, dan zetten we die banner zetten we eventjes tijdelijk daar zo neer. En ja, we gaan even een hapje eten. Wat ik nodig heb is sowieso een normale crafting. Of een normale forge ook. Dus ik moet gewoon eventjes wat gaan graven denk ik. Even een mijn ergens gaan maken. Oh, en we hebben hier... dat is wel best wel chill. We hebben hier gewoon meloen. Laten we dat gewoon even allemaal meenemen, I guess. Dat is best wel heel chill dat we dat gewoon hier hebben. Dat kunnen we ook sowieso wel een farmpje van gaan maken, denk ik. Want we gaan hier, ja, we gaan hier toch echt een basis maken. Dus zowel survival als een beetje mooi natuurlijk. Willen we hier wel echt een leuk kampje ervan bouwen. En het chillen is dat we natuurlijk gewoon bij het travel point zitten. Dus het is heel makkelijk om echt al die shit weer te vinden. Zo. Even kijken hoor. Daar zitten ook een paar van die grote bomen hier en zo. Maar ik wilde hier gewoon even gaan aan mijnen. Denk ik. En. Zo. Kijk eens aan. Plop, 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 plop. Ik denk dat dit op zich wel weer genoeg steen is voor nu. Doe er nog eentje. Zo, oké. Okay. Nou hebben we iets van steen in ieder geval verzameld. Dus dat kunnen we in ieder geval even gebruiken om een forge te maken. Of een furnace te maken. Om eventjes te zorgen dat we het eten tenminste allemaal kunnen gaan smelten. Zo, hot topic. Laten we die gewoon hier neerzetten. Dat lijkt me op zich wel chill. We gaan dan eventjes hier zo de helft van jatten. En daar maken we weer de helft van. We hebben hardware erbij. Zo en zo. En dan pakken we die en die. Want daar hebben we het meeste van. Zo, kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Daar gaan we lekker mee, jongens. We hebben de alignment voor een rat en zo. Gaat eigenlijk allemaal even hard op dit moment. Volgens mij krijg je van dezelfde dingen killen, krijg je... krijgen wij gewoon... Alignment, dat was het woord dat het zocht. Dat krijgen we dus van allemaal. En ja, ik denk dat het dus ook wel slim is als we binnenkort gaan questen. Maar dat laat ik even aan jullie dus uit over... ik ga gewoon kijken in al die afleveringen die ik nou achter elkaar heb vooropgenomen. Die ga ik natuurlijk straks reacties van zien. Dus voordat ik dan de volgende opname ga doen, ga ik even zorgen dat ik een beetje weet wat jullie precies willen dat ik in Harad ga doen. Deze kerel die komt lekker bij mij wonen. En ja, ik wil eigenlijk eventjes gewoon weten. Kijk, 10 rangers. Wat is dit? Is dit een... Nee, die doet me niet pijn. Dus het zijn echt alleen deze kleine kutbloemetjes. Dus die gaan we even... Die gaan we even plukken bij ons huis. Zodat we die niet meer... dat die me niet meer in de weg zitten. Want het is echt heel irritant dat er zoveel hier zitten. En vooral hier zo. Want hier ga ik natuurlijk super vaak rondlopen. Dus dat is niet heel handig. 18 jongens. 18 van die stomme bloemetjes zaten hier. Ja, ik denk dat ik het daar even bij laat voor vandaag eigenlijk. Of gaan we nog even kijken waar we nu allemaal heen kunnen. Dat lijkt me wel vet. We kunnen hier naar de Swamplands kunnen wel reizen. Dat is volgens mij ook best wel een chill plek.
Hier kunnen we heen. We kunnen naar de mountains. Daar kunnen we naar de mountains. We kunnen niet naar de halftrol nog. Wel een beetje in de buurt al. Of deze is helemaal in de buurt. Dit is de mangrove. Daar ben ik ben er allemaal nog nooit geweest, jongens. En dit vind ik alleen zo jammer. Dat is een hele jungle. Daar is geen travel point. Maar we zitten hier... Ja, niet super dichtbij. Maar in relatief zitten we dichtbij. En we kunnen trouwens ook gewoon hier naartoe travelen. Daar zitten we ook in de buurt. Dus ja, op zich is er al best wel een hoop wat we allemaal kunnen doen. En waar we allemaal heen kunnen om te zien en zo. En daar ben ik ook zeker van plan. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk van de Lord of the Rings mod zien. En van de Lord of the Rings wereld hier zo meekrijgen. Dus dat gaan we zeker allemaal doen in de komende afleveringen. Dus ja, ik heb er heel erg veel zin in. Hopelijk jullie ook. Hopelijk zijn jullie ook een beetje excited nu we eindelijk hier zo'n beetje in Harad zijn aangekomen. En dus eigenlijk ons kamp binnenkort kunnen gaan bouwen. Zebraatjes zijn ook wel cool. Op jullie kan ik zeker wel zitten, toch? Yes, nice. Oké. Kan je die ook weer planten? Of groeit dat automatisch? Ik heb geen idee, maar ik ga ze in ieder geval wel even plukken. Ik ga even bananen plukken, zo. En dan ga ik deze boom ook gewoon hakken, denk ik. I don't know, misschien krijgen we nog wel een sapling als we dat doen. Dan ga ik deze hier ook even allemaal plukken hoor. Pluk ik hier even de bananen, want daar had ik er al eentje van af. Nou, dan laat ik jou nog even staan. Zodat ik zeker weet dat ik hier saplings van krijg. We gaan even kijken hoor. Yes, ik kreeg een sapling. Ja, bananen sapling. Heel erg tof, heel erg tof. Dit is gewoon een heel vet gebied, jongens. Sowieso totaal iets anders dan ik gewend ben natuurlijk van Project Middle Earth. Van Mirkwood en zo. Dus het is ook wel even chill om dit dan in de tussentijd te doen. Terwijl we wachten op Project Middle Earth server. Voordat die weer helemaal klaar is. Dus dit wordt gewoon een heel leuk seizoen van de Lord of the Rings mod. Hopelijk hebben jullie er zin in. Voor vandaag hou ik ermee op. Dus zorg eventjes dat je de 50 likes weer halen. Want dan blijven we dit lekker vaak volhouden. Abonneer natuurlijk ook eventjes op Edeldier als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet niet een leuke reactie achter te laten met wat ik allemaal nog moet gaan doen in deze serie. Laat het me eventjes weten. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer.